De Competitiveness Unit Suriname van het ministerie van Handel en Industrie hield vandaag de vervolgactiviteit van de workshop Tripartite Workshop on Improving Productivity and Competitiveness in Suriname. De activiteit vond plaats in Hotel Krasnapolski. In mei vond de tweedaagse workshop plaats die samen met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Internationale Arbeidsorganisatie werd georganiseerd. Dit in het kader van het A Decent Work Country Program Suriname. Tijdens de vervolgsessie is ingegaan op de uitdagingen en methoden voor verhoging van productiviteit. Volgens AI-minister Sigleen Burleson kan een hoge productiviteit gerealiseerd worden door het maximale uit de mens en andere middelen te halen zonder roofbouw te plegen, maar andere processen effectief en efficiënt op elkaar af te stemmen. Het is een andere vorm van PPP, maar People, Planet. En we willen profit op een manier dat de mensen goed gedijen, welvaart en welzijn voor iedereen bereikt wordt. En ook de natuur, de omgeving intact blijft. In elk geval vooruit gaat en niet achteruit. En dan blijkt dat je productiviteit zou kunnen meten op landenniveau, bedrijfsniveau. Individueel niveau in feite ook. Waarom is productiviteit belangrijk? Productiviteit als onderdeel van de output van bedrijven, van het land, natuurlijk essentieel, maar het vormt ook onderdeel van wat je zou noemen die enabling environment. Hoe aantrekkelijk is het voor bedrijven om in een bepaald milieu te opereren? Hoe competitief zijn landen om internationaal hoge verdiensten te halen, zodat welzijn en welzijn in hun land naar vertaling naar de mensen toe voelbaar en merkbaar is. Dus het grijpt allemaal in elkaar. Productiviteit voor ons als handel en industrie, en zeker voor mij persoonlijk, is geen modewoord. Het is echt iets cruciaals. Aldus minister Sigleen Burleson van het ministerie van Handel en Industrie. De Competitiveness Unit Suriname van het ministerie hield vandaag de vervolgactiviteit van de eerder gehouden workshop, Tripartite Workshop on Improving Productivity and Competitiveness in Suriname.